Goedemorgen. Nee, behouden, gered. Ja, wanneer ik thuis ben. Ja, wanneer ik gemoeid ben, ja, dat weet ik. Nee, Harry bedoelt, als jouw lichaam er dadelijk mee uitscheidt. Juist. En je overlijdt, waar gaat die ziel dan naartoe? Waar gaat die heen? Dank u wel, Vader God. Dank u wel voor Ed. Voor Eduard Ferdinand hier, oh Vader God. Dank u wel, in Jezus Christus heilige naam zegen ik jou. Met alles ten goede voor jouw ziel, voor de behoudenis van jouw ziel. En tot welbehagen van de Vader God. In Jezus naam, amen. Maar ja, misschien naar de hemel, zonder Jezus, die de Zoon heeft, heeft leven. Die de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Dus zonder Jezus kom je niet, nee. Gaat niet lukken. Dit is maar goed, het is maar goed uitspreken. Ja, precies. Ik heb twee oudere zusters. Ja. Ja, Jezus is nog niet mijn zus. Dus niet goed waar ik weet. Nee. Weet je, dat is spotten wat je doet, hè? Ja, moet je met zijn naam. We zeggen iets over de geest in jou, hè? Als jij zo over zijn naam praat. Jezus zal toch wel een man zijn. Een stapje terug, want ik ga nog meer mensen aanspreken. Maar God zegen, Eduard. Ach, ach broertje, kom eens hier, jongen. Kom eens hier, God zegen. Dit is gebedsverhoring, hè? Ja. Dit is gebedsverhoring. Hier hebben we vanmorgen voor gebeden ook. Ja, ik zit, je weet het, spirituele strijd is hard, hè. Ik heb zo'n aanspraak met een jongen. Ja? Die is door de Joden getuigen aangesproken. Oh ja. Een beetje geïndoctrineerd. Ja. God wil dat ik hem een beetje... Ik heb hem een keer eruit gehaald en is hij weer erin. Ja. En ik heb dingen voor hem om hem te geven. Ja, ja. Je ziet wat ik mee bezig ben. Dan mag je wel zien, alleen mijn broer. Ik wou vragen dat jullie ook gebed voor me doen, want de Jezebels geest is echt een effect met mij. Jezebels. Ja. Dit is de presentatie. Dit is de hele presentatie. Het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Oh, dat is wel mooi. Ik ben bezig met heel veel projecten en sommige zijn ook voor jullie bestemd. Ik weet dat van mijn hart. Halleluja. Alleen, onze die verbintenis. Omdat hij heeft me iets laten zien. En ik wil dat jullie dat ook zien. Wat hij me heeft laten zien. En dat is? Het is in principe, het heeft te maken met het verkeerde geïnterpreteerd van het woord. In sommige kerken. Oh, maar het scheelt, want ik ga niet naar een kerk. Nee, maar daarom wil ik dat jullie dat zien. Oké. En jullie, als mijn broer, kunnen ook tegen mij gaan zeggen, luister, wij gaan dat even kijken. Ja. In het woord. Ja. En zien wat hoe jullie kijken. God kan jullie ook dingen laten zien, ja. Maar ik niet heb gezien. Maar dat is belangrijk, hè, om zo te sparren met elkaar. Ik wil dit ook voor jullie maken. Vroeg aan de Heer of ik het aan jullie ook kan geven. De Heer zei ja. Ja. Alleen, hij wil ook dat ik de originele geef aan jullie. Okay. Dat jullie dit ook verder kunnen doen. Ja. Ze hebben we bedoeld? Ja. Jullie kunnen dit ook faciliteren. Jullie kunnen dat ook in het ding zetten. En dat ook geven mensen die jullie tegenkomen. Dat zou fijn zijn als we dat de originele. Digitaal. Ik heb jullie gemist. Ja, wij jou ook. Maar ik was bezig met die andere man. Die heb ik een beetje even, wat hij me een beetje weghaalt. Joshua? Ja. Ja. Even een beetje weghaalt bij hem, omdat hij moet niet te veel steunen op mij. Hij moet steunen op de Heer. Ja. Hij moet op de Heer, precies. Ja. Maar hij is heel enthousiast in de Heer. Ja, als wij hier staan, komt hij wel 4-5 keer langs. En iedere keer met een bidden. En God zegen, God bless you. Hij heeft heel veel gebed nodig, omdat hij zit diep in de wereld van ja. Met jullie, mijn broers. Hij praat over mij. Hoe gaat het met jullie? Krachtig in de Heer. Dat verbaast je niet. Strijd, ja, aanvallen. Het was steeds erger. Hè? Strijd, aanvallen, ontzettend veel. Heel veel. Een hele grote geschenk voor jou zit in de hemel. Ja. Dat jij Jezus dient. Ja. Het is een bevestiging dat jij een kind bent van de Heer. Allerhoogste. Amen. Als er geen strijd is, dan hebben we een probleem. Ja, dan ga je achter je oren gaan krabbelen. Als er geen aanval is tegenover ons, dan hebben we een probleem. Ja, help je, Fari. Dank u wel, Vader God, Heer Jezus Christus, Heilige Geest, Heer, dank u wel dat we lovend, prijzend, erend, biddend en dankend bij u voor de troon mogen komen, Heer. Dank u wel voor dit prachtige mensenkindje Carlos, Heer. Dank u wel voor de gebedsverhoring van vanmorgen, Heer, dat we zo, Heer, eigenlijk hebben gesmeekt om Carlos te mogen ontmoeten, Heer, om hem te bemoedigen. En u, hier staat hij. Carlos, ik wil je zegenen, in de naam van Jezus Christus, zegen uitspreken, bescherming. Leiding, wijsheid, alle vrucht van de geest, dat je die rijkelijk voort mag brengen. En dat je vele zielen uit de duisternis als instrumentje van de Allerhoogste mag bereiken. En bij de Vader God voor de troon mag brengen. Dan ze gezegend en vrijgesproken mogen worden. En dat jij die taak die God voorbestemd hebt,
iedere dag vol goede moed. Vol goede moed, vol blijdschap, want wat er ook gebeurt, Carlos, de vreugde des Heren is jouw kracht. Amen. Laat je niet ontmoedigen door omstandigheden Amen. Of door gevoel, maar besef, je wandelt getroost, gesterkt en geleid onder de vleugelen van de Allerhoogste. Amen. Besef dat op momenten dat je tot tranen staat, op momenten dat je diep in je hart geraakt bent, momenten dat je misschien je huis kwijtraakt of wat dan ook. Maar je bent onder zijn vleugelen, in Jezus' naam. Amen. Amen. Heer, we zegen Carlos, Heer. We zegen meer met uw liefde, uw genade, uw rust, uw shalom, uw vrede. Heer, maar ook de wijsheid en de kennis en de inzichten. Heer, en de geest van onderscheiding, Heer. De geest van onderscheiding in de kerk en gemeentes en het lichaam van Jezus Christus. Heer, maar Heer, dat uw macht en kracht gebruikt Heer voor de mensen die u op zijn weg plaatst. Heer, en voor deze mensen, Heer. Wat hij zegt en wat hij geeft en wat hij hem brengt, Heer, dat het vrucht zal dragen. Enorm veel vrucht zal dragen. Heer, dat bidden we. En we bidden ook om uw bescherming, Heer. Gedekt door uw bloed, uw engel wacht om hem heen, Heer. Heer, gebruik hem, Heer. Heer, ja, help hem zo, Heer. In de strijd, in de moeite, Heer, maar we mogen weten, zonder strijd geen overwinning. Heer, strijd hoort erbij. Heer, maar kracht hem hier sterk in, Heer. Hoe die ook aangevallen wordt, elke vuurpijl die op hem afgeschoten wordt, Heer, ik bid dat Carlos volledig de complete wapenrusting zal aantrekken. Dag en nacht, Heer. Heer, u behoedt hem en bewaart hem en beschermt hem, Heer. Tegen al deze vuurpijlen die op hem afgeschoten worden. Heer, en ja, Heer, help Carlos zo. Bemoedig hem, troost hem, draag hem wel zijn wijze woorden, inzicht, gezalfde woorden, Heer, woorden die die mensen hun harten beweten aanraken. In Jezus machtige naam. Dank u wel, Vader God. Dank u wel, Heer, dat u me laat zien, Heer. Het trillen van het been, het trillen van het been. Eruit. Eruit. Onreine geest wijkt nu in Jezus Christus naam. Amen. Rust en vrede over geheel jouw lichaam, ziel en geest, in Jezus Christus heilige naam. Je hebt geen recht om hier te zijn. Weg in Jezus naam nu. Amen. En het is weg. Het is een beetje... Kijk, als je in de strijd bent, als een kind gevat, lichamelijk ben je zwak, geestelijk ben je sterk, maar lichamelijk ben je zwak. Ja. Dus daarvoor probeer je het lichamelijk ook aan te vallen. Ja. Van mijn ziekte probeer je mij ook daarin aan te vallen. Ja. Maar ik zei tegen God, wat ook gebeurt, hè, jij bent God. Ik zou altijd, wat gebeurt, ik zou altijd naar je toe roepen. Naar je roepen, want ik weet dat jij mijn vader bent en je zou me nooit... De belofte staat hierin. Dat je ons niet zou verlaten. Amen. Nee, de belofte is ja en amen in jou. Ja, is ja. Dat betekent dat je niet kan liegen. Nee. Dus daarom blijf ik dat doen. Weet je? Dus hij kan me neerhalen, maar ik sta weer op. Pak de kruis. De rechtvaardige zal vele malen vallen, maar iedere keer opgerecht worden. De goddeloze zal vallen en blijven liggen. Ja. Dat is verschil. Ik kan niet terug. Zeg gisteren tegen jou. Jou staat niet meer op. Ik zeg gisteren tegen jou. Wij kunnen niet terug. Wanneer je de licht ziet, het is afgelopen. Ja. Ik kan niet meer terug. Dat weet je, ik zei cirkels, hè? Ik zelf ook, we worden behoorlijk aangevallen. Heer, ik leg mezelf op uw altaar. Ik leg me op uw altaar, geef alles. Leg ik mezelf op uw altaar. Ga uw gang. U wil geschieden, niet mijn wil, uw wil. Want u zij de kracht, de glorie en de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. Ik begrijp het niet. Probeer maar dat hierheen. Zo de Heer wil, komt hij hierheen en dan bidden en praten we met hem, Carlos. Ze gaan bij hem langs. Dat is erg, ze gaan gewoon bij hem langs. Ja. Materiaal nodig voor jullie, van jullie. Wat heb je nodig? De kaarten met de teksten. Ja, van het bord. Ja, en jij hebt ook eentje gegeven mee met het gebed erop zit. Oh, ik weet niet of je nog meer hebt. Ja, die is ook goed, hè? Drukkerij, hè? Drukkerij maakt dat. Mijn vrouw heeft het met Photoshop gemaakt. En die bestanden heb ik via internet opgestuurd naar het drukken. Nee. Nee. Maar dat ga ik je nu ook gelijk zeggen. Gaat niet daar naartoe als die houvast te zitten. Want je krijgt een discussie en je bereikt er niks mee. Ik probeer hem dat uit te leggen. Zij luistert. Wij zijn niet gestuurd om te vechten. Jij zit ertussen. Ja. En wij vechten. Ja. Jij zit daar en de duivel die verdwaalt jou. Ja, ja. Maar je bent ook geen goed voorbeeld als je gaat discussiëren met hun. Nee. Wij zijn voor zijn glorie te vertellen, maar niet om wel eens niet het spelletje met anderen te spelen. Die spreken? Ja. Dan is hij ontweten. Je hebt ontwetenheid en je hebt wetenheid. En ontwetenheid. Dus als hij dat niet weet, dan moet God nog zijn ogen open doen. Maar wij die onze ogen open is, we hebben geen excuus. Nee. Daarom ben ik aan de twijfel om dit te laten zien. Maar ik wil hem laten zien dat de straat
ook een andere beeld heeft. Je hebt christenen die ook van de stad wegkomen. Dat wil ik hem laten zien. Ja. Ik ben bijna onder die water. Weet je. Maar nou niet meer? Nee. Echt niet? Maar God verhoede dat jij ooit onder water komt te staan. Amen. Aanval. Ja. Ik ben heel rustig nu dat ik jullie zie. Ik voelde me echt een beetje... De duivel zei tegen mij, God is mij verlaten. Ik zei, nee, je liegt. Nee, God is verlaten je niet. God verlaat jou niet. Dat probeer mij te zeggen. God is je verlaten. Hier, je bent niks. Hier, zei tegen jou, je bent niks. Beter blijf je hier. Beter kom je naar mijn kant. Dat zegt de hele tijd toen mij. Dan word wakker, 3 uur s'nachts ben ik gaan slapen. Hij blijft omhoog. Zie je wat ik bedoel? Zie je wat ik bedoel? Je blijft varen. Je kan nooit gebrek worden van mij. Heel veel spanning op maak. Weet je wanneer je echte spanning hebt? Huh? Weet je wanneer je echte spanning hebt? Moet je vingers in stopcontact houden. Waarom heb ik dit, man? Voor getuigenis. Veiligheid, ja. Nee, want Jezus is mijn veiligheid. Weet je hoe prachtige getuigenis die je mij maakt? Weet je waarom ik dat vraag aan jou? Nou? Ik volg een andere pastor ook, die ook dat doet. Ja. Eigenlijk als hij buiten gaat. Hij is heel goed, want hij praat, hij geeft de woord van God. Ja. En hij laat je zien hoe die mensen denken op straat. Precies. Het is net nou staan, Carlos. Dan moet je die site gaan bekijken. Op Facebook. Ja. Ik heb een YouTube kanaal. Carlos. Hey. Maar er staan ook dingen op om leugens te doorbreken. Er staan bijna dikke 400 video's inmiddels op. 1 juli gestart. Er staan preken op, er staat van alles op. Netjes in playlisten allemaal, of onderverdeeld. Dus ga naar playlisten, dan kun je zo de onderwerpen zien. Laat me de naam schrijven. Heb je ook over occulte dingen? Ja, misleiding. Ja, van alles. Nederlandstalig. Ja. Spreken. Kijk, wat ik doe. Waarom die naam? Er staat preken op en alles om zijn naam groot te maken. En er staan ontzettend veel onderwerpen: paganisme, occult, misleiding. Om de leugens te doorbreken. Carlos? Ja, maar het is moeilijk, want ik moet nu een man... Weet je wat moeilijk is? Nee, een leven zonder God. Het staat wel mooi zo, Harry. Heb je nog wat te zeggen? Ja, kom tot mij, alle die vermoeide belasten. Ik zal je rust geven. Amen. Wie, jij of Jezus? Jezus. Wij zijn daar. Niks, geen sorry, hè. We zijn zoals we zijn. Wij rekenen niemand af, omdat hij even dit of dat is, hè. Nee, hoor. Jij bent een broertje. Ik weet de werk van de Heer niet verstoren, soms voel ik dat ik dat doe. Doe je niet? Bij andere mensen praten. Nee, want dit is ook ons werk met jou. Ja. De Heer brengt je, hè? We zijn niet voor niks op elkaars pad gekomen, broertje. Geef me nou maar een dikke knuffel, want ik hou van je. Je bent een mooi mens. Ik weet het. Ik weet dat jullie van mij opdragen. Ja, echt, zo is dat. Beter voor mij. Zie jullie, wat geven jullie zegen en dat zijn werk aan dat zijn werk aan, in jullie verbracht wordt. Ja. Oh, Ik wil ook dat hij jullie protection geeft, want dit is een hele zware werk wat jullie doen. En ik ben in Jezus Christus ben ik trots op jullie. Ik doe mezelf maar in Jezus Christus ben ik trots op jullie. Gepaste trots noemen we dat. Dankjewel, okay, Carlos. Dus, en wij ook op jou, hè? Hou sterk, hè? Hey. Zelfvertrouwen, hè? Ja. Broeders, ik zie jullie. God zegen. God zegen. Ja, u kent zijn tekortkomingen, u kent zijn verlangen. Heer, ik zegen Carlos met alles wat u welbehagelijk is. Nogmaals, in Jezus' naam. Amen.